dan je. Moet je horen, moet je horen. Daar waar een meeuw een Katwijkse duif is. En Rembrandt ooit zijn kwast heeft ontdekt. Daar waar iedereen de Rambam kan krijgen. En het woord rabarber zo lekker bekt. Daar waar het regent op 2 oktober. En iedereen feest viert op de markt en de gracht. Daar waar korballen en glibbers versmelten. En je samen op de revaille wacht. Dat is mijn stadje, dat is mijn Leiden. De plek waar mijn wieg aan de Rijn heeft gestaan. La 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 Leiden, la 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 Leiden. De stad waar ik nooit meer weg wil gaan. Nee. Nou, zijn er gelukkig wel mensen die, ook al zijn ze moeilijk ter been of op een andere manier niet zelf op de fiets kunnen stappen, dat ze toch nog een dagje uit kunnen. Ja, en dat kan met het project Fietsmaatjes. Dat bestaat een heel Nederlands speciale duo-fietsen zijn dat, waar mensen dan dus samen op kunnen gaan zitten. Alleen ja, 1,5 meter afstand houden op zo'n fiets. En dat is natuurlijk hartstikke lastig. In Leiden-Dorp hebben ze toch een oplossing bedacht. Eindelijk weer. Jullie mogen weer. Hoe lang heeft het geduurd? 6 weken hebben ze op stal gestaan. Doodzonde. En is het eigen ontwerp? Ja, het is helemaal eigen ontwerp, ja. Het aardige is, eerst begin je met een totale plexiglas. Zo denkt heel Nederland nog dat ze dat moeten doen. Maar als je de helft vervangt door multiplex, dan is het goedkoper. Je hebt minder plexiglas nodig en je kunt veel beter bewerken. Dat moeten ze bij de NS nog gaan verzinnen. Het is toch wel een prachtige stad eigenlijk, hè? Prachtige stad. Goed onderhouden. Zo Joop, dan ziet u nog eens wat. Ja. Maar ja, dat ik op mijn 91ste nog zoveel mag fietsen, dat is toch wel een uitzondering, hè? 91? 91, joh. Ja, ja. De groep die waarvoor die echt nu bedoeld is, dat is voor de mensen die zelfstandig op de fiets moeten kunnen stappen. Als je aan alle kanten ondersteund moet worden om erop gaan stappen, dan werkt het niet. Dus die mensen, dat is jammer. Hey, veel plezier. Ja, Joop, hoi hoi. Dag. Nou, fantastisch om zo nog een stukje op de fiets te kunnen. Barbara, die schermen hè, ertussen. Mm-hmm. Is dat nog een idee voor in de Tweede Kamer? Tussen de stoeltjes? Oh, nou, die houden zich wel redelijk goed aan de afstand. Ze zitten niet met heel veel mensen in de Kamer. Nee, maar als we het weer terug willen naar normaal. Ja, maar normaal zitten bij debatten ook niet 150 Kamerleden in hun stoeltjes. Dat gebeurt echt alleen bij stemmingen en bij hoofdelijke stemmingen is dat natuurlijk belangrijk. Ja, maar ik zie ze nog niet zo snel achter een plexiglas plaatje zitten. Maar ja, wie weet. Dan zijn we benieuwd of het een beetje weer is om te gaan fietsen.